Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag heb ik een wat ander soort video voor jullie. Ik ga namelijk een app testen en deze app is Equilab. Je kunt het zo niet heel goed zien. Maar Equilab is dus een app die je op je telefoon kan zetten. Zoals de meeste apps. Jullie kennen misschien wel de Aquastic Saddle Clip. Dat is een clip die je op je zadel kan doen tijdens de training. En dan meet hij de bewegingen van je paard. Dus bijvoorbeeld hoeveel je op de linkerhand rijdt, hoeveel je op de rechterhand rijdt. Of hij goed op vier benen loopt. Dat soort dingen meet die clip. Maar die clip is volgens mij echt iets van €250. Wat ik best veel geld vind. Dus toen had ik laatst gebokt. En toen kwam ik een topic tegenover de Equilab app. En dit is een app die in principe hetzelfde doet. Nou ja, volgens mij, ik weet niet of je ook meet of je paard op gelijk of vier benen loopt. Maar hij meet inderdaad hoeveel je stapt, hoeveel je draaft, hoeveel je galoppeert. Hoeveel je links rijdt, hoeveel je rechts rijdt. Dat zou hij in ieder geval moeten meten. Want ik heb ook in de topic heb ik positieve reacties gelezen, maar ook reacties. Mensen zeiden dat je eigenlijk gewoon helemaal niks aan de informatie hebt. Omdat het gewoon echt niet klopt. Of dat hij gewoon uitvalt. Of wat dan ook. Ja, ik wil deze app vandaag gaan proberen. Ik heb vandaag met Zoe dressuur in de bak. En ben wel benieuwd of deze app me iets van informatie gaat geven waar ik iets aan heb. Er zijn een aantal dingen die ik wel weet. Ik kan nu al zeggen dat ik met name zal stappen waarschijnlijk. Of het moet heel fijn zijn. Galopperen pak ik bijna niet mee in training. Want dat doe ik meer met mijn instructrice. Omdat ze daar nog gewoon best wel moeilijk mee is. En ik weet ook dat ik waarschijnlijk meer op links rij, omdat ze op rechts aan één kant van de bak gewoon best wel een heel stuk moeilijker is. Dus dat zijn wel dingen die ik weet, maar ik hoop dat ik ook nog wat nieuwe inzichten uit deze app kan halen. Een tip die ik al heb gelezen is om je telefoon echt in een nauwsluitende zak te doen. Ik heb die waarschijnlijk niet. Ja, ik heb een zakje in mijn rijbroek, maar als ik hem daarin doe, dan kan ik ook niet meer fatsoenlijk zitten. Dus dat ga ik niet doen. Waarschijnlijk gaat hij gewoon in de zak van mijn jas. Maar wat je bijvoorbeeld wel zou kunnen doen als je het hebt, is zo'n zakje wat je om je arm kan doen voor je telefoon. Omdat als je hem zo nauw mogelijk in een zakje doet, dan schud je telefoon niet. En als je telefoon schudt, als je hem bijvoorbeeld los in je zak hebt zitten, dan kan ook voor zorgen dat hij denkt, dat hij aan het draven is, dat hij eigenlijk aan het stappen is. Dat is niet heel logisch, want als je stapt, zal je telefoon ook niet zo schudden. Maar ja, als je hem in een losse zak doet, dan kan het in ieder geval zorgen voor resultaten die niet kloppen. Ik ga vandaag de app uittesten. Ik moet even kijken of ik ga filmen tijdens het rijden. Want ik moet vandaag twee video's filmen. Dus ik weet niet of ik dan nog genoeg batterij heb. Maar ik ga sowieso, als ik straks thuis ben, ga ik met jullie de resultaten van de app doornemen. Als alles goed gaat. Nou, ik ben inmiddels al even thuis van Zoe. Ik heb vandaag dus gereden met behulp van de app Equilab. Equilab, ik weet niet uit wil spreken. Maar die heb ik vandaag dus gebruikt. En ik wil zo meteen met jullie de resultaten gaan bespreken. Ja, het is app naar voren zijn gekomen.
Ik kan alvast zeggen dat ik deze training heel veel gestapt heb, want sorry, ik was af en toe een beetje aan het hoesten, dus dan ben ik een beetje voorzichtig geweest vandaag. Dus ik had eigenlijk zoiets van ja, moet ik dan deze training weer gebruiken voor Equilab, maar dit is wel ja, de eerste keer dat ik hem gebruik, dus ik vond het toch wel leuk om een nieuwe video over te maken. En wel wil ik, heb ik donderdag les en dan wil ik hem ook nog gaan gebruiken, zodat ik gewoon ja, ook kan zien als van een overzicht van een wat meer intensievere training. Want ja, ik heb nu een half uur gereden en ik heb eigenlijk met name gestapt. Dus dit, sowieso als ik voor mezelf train, zijn het nooit hele intensieve trainingen. Als ik les heb, dan is sowieso echt gewoon bezweet als we klaar zijn. Maar dat, in mijn, in, als ik alleen rijd, dan lukt me dat niet. Oké, als het goed is, mijn scherm nu aan het opnemen. Dus ik ga proberen om hiernaast het beeld van mijn telefoon te zetten. Zodat jullie dat kunnen zien. Om te beginnen, als je de app opent, heb je een profiel. Ja, je kunt connecten met, ik heb een connect met Facebook, dus dan zie je mijn naam. Je kunt je stal invullen, stal waar je rijdt, zet je ook op meerdere stallen. Ik weet niet precies hoe het werkt. Je kunt hem op Google Maps, alleen onze stal staat niet op Google Maps, dus ik moest hem met de hand invullen. En dan kun je paard toevoegen. Ja, ik heb maar één paard dat ik op rijd, dus ik heb Zoe toegevoegd. Je kunt ook nog wat gegevens invullen, dus het geboortejaar, geslacht, ras, discipline. Heb ik nog niet gedaan, ik kan er ook nog foto's zetten, dat ga ik nog wel doen, want ik vind het leuk om dat soort dingen aan te passen. Maar dat heb ik dus nu ook niet gedaan. En als ik dan naar de pagina van Zoe ga, dan kun je ook, krijg je ook riders. Dan staan ook de ruiters erbij. Dus ja, nu sta ik daar alleen maar bij. Even kijken. Dan ga je naar, want dit is het tabblad profiel. Je hebt tabblad trends en start. Start is gewoon ja, het scherm wat je opent als je de app opent. En als je meteen wil gaan rijden, staat er gewoon een start riding knop onder. En dan hoef je die alleen maar in te drukken en dan kun je gaan rijden. We gaan nu naar trends, want daar kun je je aantal ritten terugzien. En dan ga je naar all trainings. En dan selecteer ik de rit van vandaag. En dan zie je dit. Als ik hem als eerste open, je hebt een plattegrondje. Zeg maar, hij laat je route zien. Het is natuurlijk niet echt de route, want ik heb gewoon in de bak gereden. Maar die laat hij mij niet meteen zien. Die laat hij mij pas zien als ik hem aanklik. Dus als het goed is, kunnen jullie nu ook zien. En dan zie je dat... ja, alle blauw groenachtige lijnen, ja, dat is stap. En alle oranje is trot en roze is canter. Stap, draf, galop. Zoals je ziet heb ik niet gegalopeerd. Dat heb ik al een keer in een andere video verteld, die als goed is online is gekomen. Maar zo heeft de laatste tijd de neiging om het galop eigenlijk gewoon heel hard te gaan. Dus ik doe dat liever met mijn instructrice erbij, het galopperen beter oefenen. Je ziet hier dus, ja, onze bak zie je niet, maar die... ligt hier wel. Volgens mij als je op Google Maps invult, of je stalker selecteert op Google Maps, dan geeft hij volgens mij ook gewoon op de achtergrond de, ja, echt jouw bak weer, zeg maar. Maar dan zie je ook hoe lang ik gereden heb. Dus dat is in dit geval 27 minuten en 42 seconden. Ik rij meestal denk ik 20 minuten en half uur. Als het niet goed gaat, ja, het is een beetje wisselend. Het is maar net hoeveel tijd ik heb, hoeveel zin ik heb, hoe goed zo je het doet. Dat wisselt een beetje. Maar dat hoop ik dus ook met deze app meer beter bij te kunnen gaan houden. We hebben in totaal 2,66 kilometer gereden. En ik weet niet precies wat M-min betekent. Want ik geloof niet dat we 97 meter per minuut hebben gereden. En medium ground, ja, ik weet eigenlijk niet zeker. Ja, ik weet niet of onze... Ik denk dat we wel een redelijk zachte bodem hebben. Het is geen heel mulzand of zo. En dan kom je vervolgens bij gate. Dus dat is gang. Dat is de gang waarin je rijdt. Dan zie je 25,59 minuten walk, de stap. En 1,29 minuut trot, dus draf. Dus zoals ik al zei, heb ik maar weinig gedraafd. Ja, op zich is dat, sowieso stap ik eigenlijk altijd het meest in de training. Als ik draaf, ja, normaal gesproken draaf ik wel meer, maar stap is altijd wel de overhand, zeg maar. Gewoon omdat ik haar in stap fijn lang laag kan rijden en in draf loopt ze veel sneller onder me uit. Dus het is moeilijker om haar in draf te trainen. En ja, kanten dus helemaal niks. Waar ik dus was gebleven is bij Performance Rider en Horse. Maar dit is iets wat je zelf in kan vullen. Als jij gereden hebt, dan krijg je zeg maar een overzicht met je, hoe lang je gereden hebt, hoe hard je gereden hebt en dat soort dingen. Nou ja, hoe lang in tijd en hoe lang in afstand. En dan kun je zelf aangeven hoe jij vond dat het ging. Hoe jij vond dat jij het deed, hoe je vond dat je paard het deed. En ik heb bij ze allebei een ja, redelijke positieve smiley aangegeven. Het gaat wel beter, maar het ging niet slecht. Dan de energy consumption. 2,76 megajoule denk ik. En
109 energy. Ik weet eerlijk gezegd niet precies wat dit is. Het is ook niet dat ik paard rij om calorieën te verbranden of zo. Dus ik hou me daar niet zo mee bezig. Je kunt ook notes invoeren, heb ik niet gedaan. Even kijken. Turns distribution. Volgens mij is dit hoe vaak je. Ik weet niet of het. Nee, het is niet. Welke kant je oprijdt. Ja, turns. Zelf wacht, dat is hoeveel bochten je rijdt. Maar ik vind het een beetje raar om dat dan te meten dat ik in totaal 2 minuten linkerbocht heb gereden. En het lijkt me ook vrij sterk, aangezien ik heel veel achtjes rijd. Dus ik weet niet precies wat ze hiermee bedoelen. Kan ik dat. Ja, dan zou ik alleen in stap 2 minuten bochten hebben gereden. Dat lijkt me vrij sterk. En dat zie je ook op plattegrond. Dus ik denk dat ze daar iets anders mee bedoelen. Maar dat weet ik even niet. Dus mocht je het wel weten, laat het vooral even weten. Dan weten we het meteen allemaal. Dan heb je nog details. Details. Dan kun je wat dingen zien. Dan heb je hier de gang. Dus kun je nog een keer zien hoeveel je in welke gang. Nou ja, niet eens zozeer hoeveel in welke gang je hebt gezeten. Maar op welke punten van je training je in een bepaalde gang hebt gezeten. Dus je ziet dat ik aan het begin stond ik stil. Want ja, ik heb hem aangezet. Toen ben ik opgestapt. Dan heb ik even gestapt, stukje gedraafd, gestapt, stukje gedraafd, een hele tijd gestapt, stukje gedraafd en een hele tijd gestapt. Ja, ik denk dat al aardig klopt. En dan heb je beat per minute. Volgens mij had dit iets te maken met hoe je paard de benen neerzet. Ik dacht dat het te maken had met hartslag, maar van wat ik op bok las, heeft het iets te maken met het ritme waarin je paard de benen neerzet. Weet ik niet zeker, pin maar niet op vast, zou kunnen dat het wel gewoon een hartslag is, want ik weet niet precies hoe die dit kan meten. Ja, misschien gewoon door zo weer de gestamp, want die stamp best wel, maar ja, daar weet je ook niet 100% zeker. En dan speed, daar heb je een beetje, daar heb je een aantal bergjes, dat zijn waarschijnlijk momenten dat ik draafde, dat zie je ook bij de beat. Dat zijn de momenten dat we draafden. Je ziet wat bij zo'n ukkel typisch is, dat ze echt aan het begin stapt ze veel harder. En dan normaal gesproken gaat het staptempo wat omlaag. Maar nu, terwijl ik aan het rijden was, waren ze paarden binnen aan het zetten. Dus ze bleef eigenlijk een beetje druk. Normaal gesproken is ze in het begin druk en wordt ze zelf rustiger. Maar omdat nu alle paarden naar binnen gingen en ze daar heel erg mee bezig was, werd ze niet echt rustiger. Dus daarom blijft het nu redelijk gelijk. Ik denk dat als ik vaker hiermee ga rijden, dat het staptempo misschien wat lager is. Ja, kan het wel als je in stap 67 meter in een minuut rijdt? Geen idee. Ik denk dat het zoiets is. Stride. En dan heb je elevation. En ik dacht dat elevation betekende gewoon. Als je zeg maar in de berg aan het rijden bent, elevation dan hoogteverschil is. De elevator. Maar dat staat 6 meter. En dat lijkt me vrij sterk aangezien ik in een platte bak rij. Ja. Elevation is verhoging. Dus het kan ook verhoging van het tempo zijn. Dus dat ze stukken dat ze harder gaat rijden. Maar dan snap ik niet waarom het in meters aangegeven is. Ja, ik weet het niet. Ze zijn in conclusie over deze app. Ik vind hem wel redelijk werken. Ik kreeg van een aantal mensen, hadden aangegeven op Bokt dat zij hem echt totaal niet vonden werken. Terwijl ik denk dat hij op zich wel klopt als ik kijk naar hoeveel ik gestapt heb en hoeveel ik gedraafd heb. En als ik naar dat plattegrondje kijk, van waar ik gereden heb, want ik rij wel veel cirkels en kriskras alle kanten op. Maar ja, als ik dan kijk naar wat hij aangeeft bij elevation, als het inderdaad hoogte is, zeg maar, dan klopt dat dus niet. Dus ik denk dat hij aan het ene op zich, hij kan wel dingen goed opmeten, maar niet per se, denk ik. Niet alles in ieder geval. Maar voor mij is het denk ik wel een goed alternatief voor de Equestic Saddle Clip, die toch best wel duur is en deze app is gewoon gratis. Dus als je het toch leuk vindt om inzicht te krijgen in hoe je training met je paard gaat en dan vooral hoeveel je op. Ja, volgens mij. Ik dacht dat je ook kon zien hoeveel je op links en hoeveel je op rechts rijdt. Dus ik weet niet of dat dan die turns is. Maar anders zou ik met
twee minuten op links en twee minuten op rechts hebben gereden. Wat natuurlijk niet kan als je een half uur gereden hebt. Dus ik weet niet of dat klopt. Wat bijvoorbeeld wel een voordeel is van de Equestic Cell Club, voor zover ik weet, want ik heb een video van Felina erover gezien, is dat de Cell Club echt goed meet of je paard ook op vier benen loopt en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk een telefoon die in mijn zak zit, die kan dat natuurlijk niet meten. Terwijl een Cell Club die echt aan je paard vast zit, die kan natuurlijk veel beter de bewegingen van het lichaam meten. En er zit, ja, het is natuurlijk niet voor niks zo duur. Er zit gewoon technologie in, veel betere technologie dan dat er hierin zit. Dus als je echt, zeg maar, ja, echt op hoog niveau traint en je het echt interessant vindt om te weten hoe je paard zijn lichaam gebruikt en je er het geld voor hebt, dan zou ik voor de Equestic Saddle Club gaan, denk ik. Ik heb hem natuurlijk zelf ook nog niet gebruikt. Maar als je gewoon voor de lol wat meer inzicht in je training wil hebben, dan denk ik dat Equilab, als hij voor jou werkt, best wel een goede optie is. Volgens mij heb je hem voor Android en voor iPhone. Ik heb zelf een iPhone 6 en daar werk je dus op, maar ik heb ook gelezen dat hij met sommige toestellen niet werkt. Maar ja, dit was dus mijn review, soort van, over Equilab. Ik hoop dat jullie het interessant vonden om te zien. Als jullie deze app ook gaan gebruiken of ook al gebruiken, laat het vooral weten in de reacties waarom jij hem fijn vindt. Of wat je dus niet fijn vindt, fijn aan vindt misschien. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Doei!